Ja, nou daarom ook. Ja, nee, het CDA draait toch altijd een beetje naar de. Hè? Die Wilders weten we wel wat we voor vlees in de kuip hebben. Nee, maar je hebt natuurlijk ook de discussie: het CDA moet niet regeren, want die hebben zoveel verloren. Kijk, iedere kiezer heeft er recht op dat de partij waarop ze gestemd hebben zijn best doet om de standpunten uit dat verkiezingsprogramma te vertalen in beleid. Dus dat moet het CDA ook proberen. Die 21 zetels zijn nog wel meer dan GroenLinks en D66 bij elkaar. Dus die mensen die allemaal op het CDA gestemd hebben, mogen verwachten dat we gaan proberen te regeren. En ik ben er erg voor wat Mark Rutte nu voorstelt. Ik vind dat hij daarmee echt zijn nek uitsteekt. Mm-hmm. Want we zijn natuurlijk al veel te veel wat tijd kwijt. Wat stelt hij voor? Hij stelt natuurlijk voor, van we hebben nu twee pogingen gehad. Paars Plus en de coalitie over rechts. Beide zijn niet gelukt. Nu kunnen we weer een hele informatieronde gaan houden. Weer allemaal onderhandelingen. Zijn we weer 4 weken verder. Weer een maand kwijt. Krijg je dus de hele rare situatie dat Balken en de troonrede doet en de algemene beschouwing. Hij heeft net al gezegd, wat mij betreft, Klink is weg. Als Wilders denkt, nou ja, goed, als die weg is, die rotte appel, dan kom ik wel weer terug. Dan staat de deur open. Begrijp ik net via mijn oor. Ja. Nee, maar natuurlijk. Reageer er eens op. Ja, nee, maar dat zou ook moeten. Ik had überhaupt niet van Wilders verwacht. Die toch steeds zegt van, de kiezer moet serieus genomen worden en ik moet mede verantwoordelijkheid krijgen. Hij had een ultieme kans. Er was weer eenheid in het CDA dat hij die kans dan laat lopen. Nou, als ik mijn oor dan te luisteren leg van wat speelt er dan in het PVV dat ze dat toch niet willen. Ze zaten natuurlijk nu in de slotfase om compromissen te sluiten. Mm-hmm. Dus dat betekent dat Wilders ook zaken moest gaan weggeven. En dan kom je natuurlijk in de situatie van, ja, die compromissen komen op straat te liggen. En ik ben niet zeker van die coalitie. En dat andere, en dat kon je ook heel goed zien in die persconferentie. En daar begrijp ik persoonlijk wel iets van, dat Wilders gewoon persoonlijk geraakt was. Dat hij met iemand zo lang had onderhandeld. En zoals je ook zei, die zat naast mij en die vertrouwde ik. En hij voelde echt dat hem een kunstje was geflikt. Maar dan zeg van, zet even je persoonlijke irritatie opzij. Je bent verantwoordelijk voor een partij. Je hebt tegen die kiezers gezegd, ik ga mijn best doen te regeren. En je laat dat nu lopen. Ik ben benieuwd wat even over Jack de Vries zelf. Waarom zei je eigenlijk zo snel nee tegen Den Haag? Want daar wil je toch eigenlijk. Dus ik zit nu 5 minuten ademloos naar je te luisteren. Dat is toch jouw speelterrein? Je gaat toch niet lezing in het land houden? Ik had al een afspraak met jou gemaakt om hier dit seizoen te zitten. Graag. Jij hebt mij eerder gevraagd van het CDA, Matthijs. Dus, ik heb natuurlijk gezegd, er is veel gebeurd. Even over wat er gebeurd is. Het is 10 mei. En dan meldt Boulevard dat je een relatie hebt met iemand. Een werkrelatie is een echte relatie geworden. Was dat vuil spel? Want het was al bijna verkiezingstijd. En ineens kwam die aap uit de mouw. Nou ja, nee, het is helder dat verhaal door iemand op een of andere manier is ingestoken. Enig vermoeden wie dat is? Ja, nou, ik heb daar wel gedacht over, maar dat heeft geen zin om daarover te speculeren. Antwoord is ja. Nee, maar ik spreek natuurlijk journalisten die erbij betrokken geweest zijn. Maar dat het vuile spel van de politiek wat jou eigenlijk ook wel bevalt als spindokter? Nee, had je eigenlijk hetzelfde gedaan? Nee, want ik heb hier ook wel eens de discussie gevoerd van waar ligt nou de grens? Ja, dat vraag ik. En ik heb in campagnetijd ook wel eens persoonlijke dingen van iemand aangereikt gekregen. Of hij zijn huis had laten klussen door Polen of zijn belasting niet had betaald. Of inderdaad een bepaalde relatie had. Maar in Nederland hebben we toch altijd wel de grens gehad. Maar het is dus niet toevallig. Het is niet de inspanning van de redactie van Boulevard dat ze erachter kwamen. En voor hun is dit is nieuws voor hun. Klaar. Nee, het is hun op een schoteltje aangereikt. Ja, dat gevoel heb ik wel. Dat is Den Haag. Maar ja, weet je, ik kan daar lang over treuren en gefrustreerd over zijn. Feit was dat het zo was. En dan vind ik ook, dan moet je je verantwoordelijkheid nemen. Het was campagnetijd. Ik kwam heel erg in discussie. Niet alleen binnen het CDA, maar ook binnen Defensie. En je wil je werk goed doen. Mm-hmm. Ik wil een debat kunnen doen om op te komen voor Defensie. En een campagne kunnen doen voor het CDA. Voordat we je terugzien in Den Haag. Want dan alles, ik hoor de hoefjes trappelen om de tafel werkelijk. Bijna stijgerend richting Binnenhof. Nee, kijk, ik heb natuurlijk de gelegenheid op het moment dat er weer iemand vertrekt uit de Kamer om dan alsnog mijn afweging te maken. Ja. Ik ga weer terug in de politiek. Maar ik wil nu eerst echt even. Heb je het gevoel dat je te veel beschadigd bent op dit moment? Of zeg je nou, goed, het is me iets te snel? Het is me gewoon iets te snel. Mm-hmm. En echt zin in dat lezingencircuit? Ja, zeker wel. Dames en heren, er is hier Jack de Vries. Dat? Nee, maar. Nou ja, het werkt wel. Ja. Nee, maar nou even terugkomt wat je net zei. Je geschenk, die onze kiezers, die 21C, die vinden dat wij moeten regeren. Nee, toch? Ja. Iedereen bij het CDA vindt toch dat we totaal geen recht hebben om te regeren. Nee, maar na deze verpletterende nederlaag. Ja, maar wat bedoel je nou met recht om te regeren? Dat je pretendeert om te regeren. Nee, maar dat moet je toch aan anderen overlaten nu? Er zijn nu heel veel kiezers weggegaan, maar ik ken mensen die wel op je gestemd hebben. Er zijn nauwelijks over. Je hebt geloof ik nog 12 zetels in de peilingen. Ja, maar de peilingen zijn niet de werkelijkheid. Nou,
Ik weet nog dat wij dat briefje gemaakt hebben. He, toen dachten wij ook de verkiezingen te kunnen voorspellen. Weet je nog? Dat briefje, dat zou je nog een keer onthullen. Nee, maar serieus, vind je niet dat het CDA even pas op de plaats? Wij gaan rustig door hier. Van harte gefeliciteerd, hè? Bedankt. Met je verjaardag. Ja. Je mag kiezen. Ik vind het altijd, dat is baklava of zo. Baklava, ja. Dat is ontzettend lekker. Echt hoor. Ja, vind je heel lekker? Ik vind het heel lekker. Het is heel zoet, maar het is wel heel lekker. Ik heb het vaak gegeten. En dit zijn